een eerste avond uit zonder anderhalve meter. Café Chic pakte uit met een groot feest op een ponton. En Ivana, Varisha en Luna hebben een kaartje. Maar ze lopen tegen een probleem op. Onze QR-code doet het niet. Ja, hij doet het wel, alleen mijn Nederlandse bewijs niet. Dus mijn internationale wel, maar ik moet mijn Nederlandse bewijs laten zien, maar dat doet hij ook niet. Ja, ik vind de coronacheck wel op zich prima. Voor mij werkt hij. Maar ja, dan heb ik bijvoorbeeld vrienden. We gaan vandaag met de korfbal van SKV Nexus gaan we dan feesten. Maar dan heeft het een paar maten van me. Die kunnen dan gewoon niet binnenkomen, omdat het app het gewoon niet doet. En dat vind ik dan wel bizar. In het begin daarnet had ik ook al dat hij dit aangaf, zeg maar. Fout in de server. Dus, en ik blijf het opnieuw proberen, maar hij doet het niet. Ja, ik ga er nog wel van genieten, maar ik heb wel in mijn achterhoofd zoiets van, ja, ik vind het wel zielig voor die gozer of van die mensen van me, die ik ken. Nou, ja, ik hoop dat ze ons wel gewoon misschien binnen kunnen laten. En dan, ja, toch wel met een idee en zeg maar, ja, het staat wel mijn bewijs, maar niet de QR-code. Dat ze misschien ons gunnen. Ook bij de kroegen kan de anderhalve meter binnen worden losgelaten bij het tonen van een QR-code in de corona-check-app. Ik vind het een goede zaak. Want als je dat onder controle wil krijgen, dan moet je dat gewoon de kop indrukken. En of het is vaccineren, dan kom je niet de kroeg in. En dan kom je niet de bioscoop in en weet ik het wat. Hey, dan moet je maar die spuit in je donder zetten. Klaar. Dan moest ik in de McDonald's moest ik alles laten zien. Corona-check app en weet ik veel wat. En kledingzaak, HEMA, noem maar op. Dan kun je gewoon lekker naar binnen wandelen. En dan in de horeca, zodra je één teen in de horeca zet, dan moet je in één keer... allerlei dingen laten zien, weet je wel. Onzin. De horeca-uitbaters willen niet op de camera reageren. Buiten de camera om laat het personeel van de horecazaken weten dat alles eigenlijk heel gemoedelijk verloopt. De bezoekers die willen en kunnen gewoon hun corona-check-app laten zien. En het goede weer zorgt er eigenlijk voor dat de terrassen gewoon lekker vol zitten en niet iedereen naar binnen wil. En actief gecontroleerd bij een toiletbezoek, dat gebeurt niet echt. Waar het wel gebeurt en er kan een discussie ontstaan, dan is eigenlijk het protocol voor het personeel om er niet streng op toe te zien en eigenlijk gewoon iedereen toe te laten. Ook omdat ze weten dat er niet actief gehandhaafd wordt en toezicht en politie pas bij excessen in actie komt. Dan moet de regering hier een mannetje zetten die dat controleert. Want de mensen, de uitbaters wat je zegt, die kunnen dat niet uit de eigen zak betalen. Dat snap ik ook wel. Er vonden uiteindelijk geen incidenten plaats in de Schiedamse binnenstad. En Ivana, Varisha en Luna, zij kregen het toch nog voor elkaar en konden alsnog genieten van hun feestje.